Goedendag. Het weekend staat voor de deur en dit plaatje verwacht ik eigenlijk niet meer in het weekende. Vandaag, vrijdag, wel in Limburg, want daar valt flink wat regen. In het grootste deel van het land is er bewolking aanwezig, maar is het op de meeste plaatsen wel gewoon droog. In het noorden zijn zelfs nog wat meer opklaringen. En langzaam maar zeker gaan we naar dit weerbeeld toewerken. Begin volgende week zal het er zo uitzien en hebben we gewoon weer een zomersgevoel. gevoel. Ja, veel neerslag in Limburg op vrijdag. We kunnen dat hier ook goed zien in de animatie. Brabant-Limburg, daar valt verreweg de meeste neerslag. Maar dat is allemaal voor vandaag. In het weekeinde valt er nauwelijks neerslag. Heel misschien dat er dan nog een buitje gaat vallen in Gelderland en Overijssel. Dat is niet helemaal uitgesloten. We gaan maar eens even in detail naar de weerkaarten kijken. Die pakken we op op vrijdagmiddag. We zien dat dat neerslaggebied boven België en het zuiden van het land... dat trekt naar het oosten weg. En dan kan er morgen in de loop van de dag, in de middag... als de temperatuur wat verder oploopt... misschien ook nog wel een bui gaan ontstaan in het binnenland. Dat is niet uitgesloten. Maar verder... Zien we ook een hoge drukgebied opbouwen boven de Azoren, boven Groot-Brittannië? En het hoge drukgebied dat gaat dominant worden vanaf zondag en ook volgende week, want dan blijft het waarschijnlijk gewoon aanwezig. Wat we wel zien, is dat er veel hoge bewolking aanwezig is. Maar zoals het er nu naar uitziet, komt de zon daar prima doorheen. Met andere woorden, het wordt zondag al een mooie dag met flink wat zon. Ook zaterdag schijnt de zon, maar dat is pas in de loop van de dag. Want in de ochtend moeten we er wel rekening mee houden dat het grijs is. Nevel en mist kunnen domineren op veel plaatsen. Dat gaat geleidelijk aan oplossen en dan komt de zon erbij, maar dan gaan er ook stapelwolken ontstaan. Zeker als die temperatuur geleidelijk aan oploopt tot ruim boven 20 graden. Die buienkans is het grootste in Gelderland en Overijssel. Daar moeten we dan even rekening mee houden in de middag. Het zijn losse buien en de zon die is ook zeker van de partij. De wind die zoekt al een beetje de Noordoosthoek op en is zwak of matig. Zondag dan hebben we veel hoge bewolking, maar dan komt de zon prima doorheen. En de temperatuur loopt op naar zo'n 21 tot 24 graden. Misschien lokaal in het zuiden al op een enkele plek 25 graden. Maandag gaat het op meer plaatsen gebeuren. De meeste hoge bewolking is dan ook verdwenen, dus dat wordt een zonovergrote dag. Temperaturen lopen steeds verder op. Dinsdag gaan we richting de 25 tot 27 graden in heel het land. Overal waarschijnlijk gewoon zomerse temperaturen. En dat geldt ook voor de woensdag. En ook de donderdag is het nog bijzonder warm. Sterker nog, de temperatuur gaat nog wat verder omhoog. En we houden er zelfs rekening mee dat het hier en daar in het zuiden tropisch kan gaan worden. Vandaag is dus weliswaar de meteorologische herfst begonnen. Maar volgende week is het gewoon nog zomer in het land. Fijn weekend.